Hoi, goed jullie twee te zien. Ik heb een truitje met korte mouwen aan. Die ik bij het goed heb gekocht. Een trui van CNA. Een groene, met lichtgroene legging en grijze sokken. Dat lekker makkelijk. En dit is wat daarboven staat. Die groeit als kool. Nou, dit kennen jullie wel. Dit zijn mijn truien. En dit is een sjaal. En dit zijn twee trainingsbroeken die ik bijna nooit aan heb. Nou, dit zijn mijn jurken en mijn jassen en mijn vesten met lange mouwen. Ik heb het weer een beetje geordend. Gaan we weer naar die kant. Kijk, hier heb ik dus last van. Daar word ik dus helemaal gek van. Moet ik dit tussen proppen. Zo. Nou, kooltruitjes die onder het trui kunnen. Mijn hemdjes en mijn andere hemdjes. Met bredere mandjes. Dit zijn mijn leggings. Dat zijn mijn zomerbroeken. En dat zijn mijn spijkerbroeken. En mijn cozy trui. Zeg maar nu. Een soort onesie. Maar dan truiachtig. Nou. Hier zijn mijn t-shirts, hier zitten hoeveel panties, even kijken, nee, hier zit mijn wat is dit, oh, mijn korte broekjes. Die onder een uren kunnen. Hier zitten mijn beenwarmers, tempant en flares. Nou, dit zijn dus mijn. Ja, ik heb echt een hoop opgeruimd hoor, zoals jullie zien. Nog steeds hetzelfde. Niks veranderd, niks bijgekomen. Ja, daar een paar laarsjes. Die had ik al. Die heb ik al heel lang. Dus dat. En nou, is ook niet veel veranderd met BH's, hemdjes en topjes. Geen BH's zeg maar. Een soort van ondergoed, sokken. Ook nog sokken, dikke sokken. Witte ondergoed. Dat is werkkleding. Dit is. Ook weer de kleding. En daaronder zijn mijn pyjama's. Dus dat zou ik dus even zeggen. Nou ja, hier heb ik mijn mooiste sieraden in zitten. Want deze zijn me heel dierbaar. En mijn spiegel, mijn kasten, mijn borstels, mijn kasten. Oorstaafjes. Nou, hier zitten alle meeste oorbellen. Van Me Online. Deze. Behalve deze. Die is van een ander site. Klee. Crea Klee. Dus die. En hier zitten er ook nog een aantal in. Die daar niet bij kunnen. Maar dan moet ik van die hangertjes hebben. Dus dan moet ik weer even naar normal. Dus mijn oude camera. Dus ook mijn oude camera waar ik toen mee gefilmd heb. Die doet het niet meer. Dus ja. Dat een beetje. Mijn highlight pennen. En scharen, nou, mijn laptop, that's it. Nou, uitzicht, mooi. Gaan we hier naartoe. Nou, hier staan mijn laaf-familie. Met de boeken erbij. Mijn parfums en, oh, dit moet nog even in mijn la. Nog even hierbij. Zo, parfums die ik kan pakken en opmaken. Daarachter zit nog oorbellen. Hier zijn nog sieraden voor de sier. Hier ook nog met boeken van Agatha Christie die ik graag ook nog wil lezen. Haha, ergens schoenen. Hier heb ik ook nog een alfabet van Laven. Achter heb ik nog boeken die ik ook nog wil lezen.
Die zijn allemaal boeken die ik graag nog wil lezen en dvd's die ik graag kijk. Allemaal onze kralen en dingen en doen. En... Oh, die moet ik weer even terug in mijn mappie daar. Dus ja, dat is een beetje mijn hobby, mijn kaarsen, mijn dat en dat is daar ook. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en dan blijf je op de hoogte. Bye bye. Bye.